Welkom terug bij Forza Horizon 5 Battle Royale. Het is weer zover. The Eliminator. En ik blijf het nog altijd gewoon Battle Royale noemen. Dat is veel makkelijker, maar in theorie is het dus de Eliminator. En wij zijn hier in de stad. Ik weet dat ik hier nooit moet starten. Dat weet ik. Kan ik dat trouwens naar beneden? Wacht even. Is dat nieuw op de map? Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb gezien. Die stippellijn. Volgens mij hebben ze dat ooit veranderd. Ik weig te geloven dat het altijd zo is geweest. Waarschijnlijk omdat het onduidelijk was. Vermoed ik. Als iemand het weet, laat achter in de comments. Maar we gaan vandaag weer een poging wagen. En de laatste paar keer waren toffe video's. Alleen het ging nou niet zo heel erg lekker. Heb je de video's niet gezien? Check de link in de beschrijving. Maar zo is aan te raden. En ik denk dat we gelijk maar even richting de volgende cirkel gaan. Anders dan gaan we af. Ik wil zo graag daar die bergen in voor die drops. Maar we moeten naar links voor die safe zone. Ik weet niet of ik genoeg tijd heb om naar rechts te rijden. Ik zou even een beetje die kant op kunnen rijden. Een beetje schuin zo. Want die storm is volgens mij nog ver weg. We pakken deze eerst hier. Ik ga niet naar die in de verte. Deze hier is dichtbij. En dan kunnen we gelijk naar links. Ja, ik weet niet wat het gaat zijn, maar het is altijd beter dan wat we nou hebben. Dit is... eenmaal, andermaal een Ford Focus. Het is level 3. Is oké. Focus is wel nice. Had ik liever die nieuwere gehad. Die is level 5. Oh, we zijn trouwens heel kort langs de safe zone. Ik zou misschien nog even naar die andere kunnen rijden. De arena is momenteel wel aan het krimpen. Maar dat gaat volgens mij zo traag. En dat is level 2. Ik zou in principe liever die RS6 hebben. Maar het is best wel belangrijk om dat level... telkens te blijven levelen. Dat klinkt raar. Je snapt wat ik bedoel. Ook al is die auto misschien beter. Dat is een 2. Ik kan beter deze pakken wat een 3 is. Voor de toekomst. Dat is eigenlijk het dingetje. Ik zie één iemand links van ons. Ik weet niet of hier... oh, ramp! Oh, hier zijn we eerder ooit geweest. In een andere serie. Dat was... Wheelspin beslist mijn auto. Toen probeerden we hier een bordje te pakken, wat volgens mij op dit huis stond. Er zijn inmiddels al 10 mensen uitgeschakeld. En ik heb nog steeds niet echt iemand gezien. Er zijn wel een hoop mensen in de buurt. Dus dan gaan we gelijk daar heen draaien. Nadat ik gezien heb wat hierin zit. En dit is... release the car drops. Wait, release the car drops? Oh, er staat iemand naast mij. Ik heb niet kunnen zien waar hij is. Of wat het is, bedoel ik. Ik geloof niet dat het heel erg goed zal zijn. Waar zijn die car drops? Er moeten meer car drops zijn. Nope. Nope, 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 nope. Ik ga voor jou. We zijn allebei dezelfde auto. Houd het eerlijk. Je hebt al een voorsprong, dus good for you. Ja, dit is een beetje dom van mij. We hebben dezelfde auto en hij heeft een voorsprong. Dus wat kan er eigenlijk gebeuren dat ik hem inhaal? De enige manier is als hij crasht. Of hij rijdt automaat. Dat kan ook helpen. Volgens mij is dat het geval. Jullie hadden mij verteld in de comments dat er slipstream in deze game zit. Lijkt er ook op dat dat zo is. Dus dat gaat ons nou... helpen. Moet je wel oppassen voor die steen. Hier heb je die vieze stenen in de verte. Ik ga toch gewoon rechtdoor. Ik kan de weg volgen, maar dat gaat hem sowieso niet worden. En... ja, ik heb gewonnen. Dat was nog best wel een nette comeback, of nee? Je kan zeggen wat je wil. Dezelfde auto, hij rijdt voor. I mean... that's pretty cool! We krijgen een Mitsubishi. En ik denk dat we die gelijk erin gaan inruilen. Want we hebben hier een hele hoop drops. Dus dit is op zich wel mooi dat we dan hierheen geleid werden. Ik ga ervan uit dat het volledige toeval was. En er zijn hier mensen. Dus waarschijnlijk als het goede drops zijn, dan zijn ze al gepakt. En wat er nog over is, is garbage. Garbanzo. Een paar mensen hier links. Ik weet niet wat achter mij aan zit. Dat is een... trofie terug. Als die maar uit, daar ben ik... nee, de lul! Ik hoorde niet wat hij zei. Oh, ik dacht, zei die turn around. Ja, ik kan niet winnen van die trofie terug. Dat ding is level 10, volgens mij. Als ik van hem zou winnen, zou dat fantastisch zijn. Maar dat ding... nou, hij is niet 10, hij is 8, maar... hij is gecrashed? Kijk, mochten wij verliezen, geen probleem. Starten we gewoon een nieuwe sessie. Het zou een beetje flauw zijn. Maar er is hier niet veel. Naast hier en daar een steen die je kan raken. Maar ik geloof niet dat hij een steen gaat raken. Zonde. Ik probeerde nog snel weg te rijden. Hij had me ook best wel ver uitgedaagd. Ik zat onder die brug. Hij zat helemaal rechts van die brug.
Oké, fine. Jij gefeliciteerd. Het kan niet altijd mee zitten. Ik ben al lang blij dat we in ieder geval die focus hadden verslagen. Dat was wel een zieke comeback. En dit is gewoon, ja... Hij is letterlijk een dubbele level van mij. Er is niks wat ik hier tegen kan doen. Een finish alsjeblieft. Goed zo. Dan zie ik jullie in de volgende match. Ik heb geen idee waar we zojuist zijn gestart. Ik sta niet op te letten, dus ik heb hem al ergens geklikt. Maar we hebben in ieder geval gelijk een drop al. Dat is gunstig. Als ik hem in ieder geval snel kan pakken. Want volgens mij zijn er wat mensen hier. Maar ja, ik kon daar net gewoon niks doen. Laten we eerlijk zijn. Ik was level 4, hij was level 8. Dat ding is fantastisch in offroading. En helaas. Ja, zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Daar kun je gewoon niks tegen doen. Dus hopelijk hebben we nou wat meer geluk. En daar is nog een dropje in de verte. We hebben weer de focus. Misschien is dat een sign. Dan moeten we nou eigenlijk gelijk die lancer krijgen. Dan is het alsof er niks gebeurd is. En er zijn ook 50 mensen in de sessie. Weet je wat? Ik pak de Volvo. Ik ben wel fan van die Volvo. Die is wel nice. Fijne auto. Ik denk wel dat ik gelijk even mensen uitdaag. Aan het begin heb je toch niks te verliezen. Ga je af dan, whatever. Next match. Oh. Is dat een Ford Escort of is dat... Oh shit. Die startauto. Ik kon het niet zien. Het was wit. Dat is je startauto. Alright. Kom hier, makker. Yes. Turnaround. In hoeverre? Oh, gewoon echt compleet turnaround. Oké. Dat was duidelijke taal. Waar is... Ik wist ook de afslag. Ik had verwacht dat we aan de andere kant van die arena moesten zijn. Ik rijd gewoon om, whatever. En hij is geleefd. Oké, ja, dat is makkelijk. Spaart ons tijd. En... alsof er niks is gebeurd. Dan gaan we gewoon weer verder. We doen alsof er niks gebeurt. Eigenlijk moest ik het gewoon knippen. Valt totaal niet op dat er ineens een andere match is. Ineens meer mensen over en zo. Nou, dat kan gewoon. Alright. Er zit iemand achter mij. Ik zou terug kunnen rijden. Er zijn twee mensen hier. Waarvan één wederom... Wat is dat andere ding? De Subaru. Die gaan elkaar uitdagen. Want ik kan nooit op tijd zijn. Het zou zo mooi zijn als ik die andere auto uit kan. Yes! Oké. Okay. Grappig, hij werd achtervolgd door die Subaru. En dan had ik in principe zijn kill. Komt een beetje op neer. Als hij nou ook gewoon gelijk lieft. Net als net. Zou op zich wel handig zijn. Ja, dit gaat hij gaat geen kans maken. Is schuin voor kans. Er is hier een drop. Misschien kan ik zien wat dat is. Oh, dit is niet gunstig. Ik zie niks met dat mais. Oh boy. Ja, dat is precies wat ik bedoelde. Ik had dit niet moeten doen. Ik was nieuwsgierig. Houston, we've got a problem. Oh, is gecrashed in de boom. Oh. Damn, Daniel. Ja, ik had gewoon de weg moeten volgen. Ik wist dat dit ging gebeuren. Bram, vanwege dat mais kan je niet zien wat er is. Want dat is zo hoog en je bent compleet blind. En dan crash je daar. Oh. Er zijn twee mensen die volgens mij net uit de race komen, gok ik. Ik dacht dat ze elkaar hadden uitgedaagd. I guess not. Waar gaan we heen? Ik kan hem niet uitdagen. Wat? Ik stond letterlijk naast hem. En dan daag ik jou uit. Lukt dat? Nee. Ik kan niemand uitdagen. Ik kan... Hem wel. Oké. Dit is wel een eerlijkere race, I guess. Dan het andere. Level 4 en 5. Dit kan alle kanten op. Maar dat is raar. Ik reed praktisch tegen de maan. En de game zegt... nee. En dit is trouwens niet fijn hier, jongen. Ik moet hier heel erg oppassen. Oh boy. Ik vind het steeds raar dat ik eerder werd uitgedaagd door die trofee truck van best wel ver. Dat leek me net te ver. En dan dit. Nou ja. We krijgen in ieder geval level 6. En als ik hier in ieder geval... Ah, hier, hij zit hier gelijk vooraan. Nice. Ik rem altijd af bij de finish. Want ik wil niet hebben dat ik net mis en dan helemaal voorbij vlieg. Ah, we hebben een kind verslagen. Nice. We krijgen een RS7. Fantastische all-around auto. Ook om te zien gewoon. Gewoon super nice. Maar rijdt ook heel fijn. Op zoek gaan naar drops heeft geen zin. Gok ik. Mocht ik iets zien, dan kan ik even langs rijden. Maar anders...
niet heel zinvol. We moeten op zoek gaan naar slachtoffers. Oh, is dat Fari? Nee. Dat ding is wel level 9. Ik ren er voor hem weg. Ik denk wel dat dit nog redelijk eerlijk kan zijn, want dat is geen goede level 9 auto. Hij is natuurlijk niet slecht. Maar er zijn een hoop betere level 9 auto's. En hij kan hem inleveren. Kom maar hier. Oh, dude, het moment dat ik zag wat het was, wil ik wegrijden. You fucked up, boy. Ik kan misschien beter die Bronco kunnen nemen, maar ja, we kunnen naar level 10 halen. Nee, deze auto is zeker niet fantastisch. Level 9 slaat helemaal nergens op. Dus het grootste flauwekul. Nog 18 mensen over. Als ik nog één iemand kan uitdagen wat ik moet, want ik wil hier niet mee in de eindrace komen. Dan zijn we 10. Dus dat zou op zich wel nice zijn. Even kijken. Er is natuurlijk wel een kans dat mij hetzelfde lot staat te wachten als wat we net bij hem deden. Ja, hij is level 9. Maar ga er niet vanuit dat hij ook zo goed is. Echt, iedereen zit ook aan deze kant. Eén iemand verdween. Komt één iemand deze kant oprijden. Ik kan niet zien wat het is. Oh, I fucked up. I fucked up big time. Ik dacht dat dat een level 4 of 5 auto was. Toen ik hem zag van een afstandje. Die Volkswagen, weet je wel. Ik heb wel... Ah, hij is lekker dichtbij. Ik heb een voorsprong. Oh, shit. Het is hier ergens in de jungle. Yes! Holy shit. Ik wilde omrijden, maar ik denk... No. Oeh. M. Pigs. Mr. Pigs. Oh, nee. Dit ding vind ik ook niet chill. Dit ding is gigantisch snel, maar rijdt lastig. Die ga ik vaak mee over de kop. Ja, deze wil ik niet hebben. Wait, waarom staat hij hier stil? Ik ga hiermee crashen. Dit ding slipt zo ongelooflijk erg. Dit is geen fijne auto. Er is een andere buggy die fantastisch is. Er zijn er twee volgens mij die goed zijn. Dit is er eentje die niet goed is. Ja, hij is snel, maar hij is niet te besturen. Hij slipt gigantisch veel weg. En ik wil hier eigenlijk ook niet zijn. Kan ik zien wat hij rijdt? Dat is waarschijnlijk die auto die ik net had. Nog 11 mensen over. Gaan we die eindrace zo meteen nemen? Want ik wil dat eigenlijk niet hebben. Als we echt alleen maar een rechtstuk hebben, dan kan ik winnen met deze auto. Maar als er van die heuvels zijn, dan gaat het ding over de kop. Dat is een garantie. Er zijn hier twee mensen. Kijken wat die aan het doen zijn. Ze rijden letterlijk hand in hand. What the fuck? We zijn aan het teamen. We moeten trouwens ook deze kant op. Ik had niets in de gaten. Ik zie het wel gebeuren dat ik ga verliezen met deze auto. Ik zie het gebeuren. Recht vooruit. Alsof die bomen... Dwars het... Oh, kijk. Rijdt de andere kant op. Oké, ik heb nou in ieder geval een flinke voorsprong. Dit ding kan ook echt achtelijk snel zijn. Maar het probleem is... Het slippen ervan. Ga je heel rustig erheen. Rastig op mijn... Op mijn dode gemakkie. Hij is nergens te bekennen. Dat is mijn geluk. Oh la la. Klinkt misschien gek, maar dit ding is waarschijnlijk beter in offroad dan het andere ding. Gewoon omdat deze all-wheel drive is. Slipt hij in ieder geval niet zoveel. 7 man over. Ik gok dat we zo meteen de eindrace ingaan. Ik ga deze weg volgen. Alvast. Want ik denk dat we aan de andere kant moeten zijn. Hopelijk kan ik dat snel doen en niet uitgedaagd worden. Want nou afgaan zou heel erg zonde zijn. Alright, baby. Er is iemand rechts van mij. Waarschijnlijk start nou die countdown. Come on. Come on. Yes. Ik gok deze kant. Het kan zijn dat we een beetje naar rechts moeten zometeen. Maar ik gok het erop. Kijk, we zitten helemaal rechts onder in de map. Dus waarschijnlijk moeten we of naar boven of naar links. Eén van de twee. En dan komt dan iemand deze kant op. Ik kan niet eens zien wat hij heeft. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Iemand komt al sneller aanrijden. Dankjewel voor dat setje. Had ik net nodig. Waar moeten we heen? We moeten naar rechts. Ook hier. Kijk, dat is het ding dus. Je kan zulke dingen doen. En dat is zo risicovol met al die bomen.
5,7 kilometer. Is een goede start. En een goede auto. Het is natuurlijk geen off-road beest, maar hij kan off-roaden. Die andere gaat iets verder naar rechts. Hij rijdt in die Ferrari. Ik vind dat geen fijne auto. Vooral als je aan het stunten bent, zeg maar. Dan gaat hij slippen als een malle. Deze heeft dat wat minder. Turn around! Wat denk jij ervan, maat? Ik ga eerst. Ik ga nou niet even draaien. Ben je helemaal knetter. Ja, dit ziet er heel goed uit voor ons. Al worden we nog steeds echt heel kort op de voet gevolgd. 2 kilometer. Er is iemand rechts die knijtersnel gaat. Ik denk dat hij me ingaat. Ik ga hem boven. Oh, no. Hij gaat me waarschijnlijk inhalen. No! Ik zit aan de verkeerde kant van de muur. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Let's go! Oké, dat verklaart een hoop. Dat verklaart een hele hoop, dat ding. Dat ding is insane. Dit wordt een spannend iets, jongen. Oh boy. Oh, hij is gecrashed. Yo! Dat was spannend tot het einde, jongen. Het verklaart wel waarom hij zo snel was. Want dat is die Mercedes. Dat ding is insane. We hebben gewonnen, boys. The Eliminator. Hoeveel mensen hebben wij uitgeschakeld? 6 mensen. Dat was een goede sessie, gek. Dat was een goede sessie. Ik zeg je eerlijk. Damn. Dan krijgen we nou nog een extra prijsie. Dit gaat iets goed zijn. Ik voel het. I can feel it. Ik voel waarschijnlijk iets anders. Maar, hey boys. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van Forza Horizon 5. Vond het leuk? Drop een like. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.